We are ready for a start. Het Argentijnse voetbalkamp is voor groot en klein. Gehuld in de Argentijnse tenues zijn de kleine Messi's klaar om de training te krijgen. De Zuid-Amerikaanse jeugdtrainer heeft 24 uur in het vliegtuig gezeten om de jeugd van VV Sleen iets bij te brengen over het Argentijnse voetbal. In Argentina we usually train more the one against one challenges. We are so passion as attacking, and maybe the European players are more mine. We are more emotional players. I hope children will have fun during the camp, and also they will learn something about Argentinian football. En dat houdt in veel balansoefeningen, samenwerking in het veld en 1-op-1 partijen. De Argentijnse trainer krijgt ondersteuning van onder andere Anton Jongsma. En de middenvelder van WKE leert ook van de overgekomen trainer. Die jongen komt uit Argentinië en die heeft een hele andere visie. En in Nederland zijn we toch gewend aan een 4-3-3 systeem en dat soort dingen. En hun spelen toch anders, dus dan kan je daar ook weer van leren. En of je het nou goed of minder goed vindt, je hebt die ervaring en dan kan je daar je eigen keuzes uit maken. 3 dagen lang van 9 tot 4 is het aanpoten. Maar ze hebben er alles voor over om net zo goed te worden als Lionel Messi. Het wordt zwaar. Ja. Je leert er ook veel dingen. Zoals wat? Afpakken met de bal. En dat je moet je bal zelf verdedigen, zodat de anderen niet... Ja. De bal afpakken, en dat is soms nog best lastig. Ja. Maar je moet ook goed je best blijven doen. Je moet niet zomaar opgeven of zo. En nee, dat je opeens, ik wil niet meer, ik ga weg. Ja, dat moet je zeker niet doen. Nee.